Hier op de markt in Graven lijkt het opgeruimd, spik en span. Maar als je goed kijkt en inzoomt, valt het tegen. Ik ben sinds vorig jaar gepensioneerd en ik ben een van de vrijwilligers die meeloopt met vuilprikken altijd. Het is natuurlijk veel fijner om in een schone binnenstad rond te lopen. Dit is een heel erg mooi stadje om dat ook een beetje schoon te houden. Dus een stukje voor de leefbaarheid. Op het moment dat wij zwerfafval tegenkomen, ja, dan zullen wij moeten kijken of we daar misschien een adres in kunnen vinden, zodat we de eigenaar van het afval terug kunnen vinden. Ja, dingen die bijvoorbeeld naar de stort moeten, maar ja, mensen dat niet naar de stort willen brengen. En dan zullen diegene aanspreken en die krijgt dan een boete. Wij wonen bij de dijk en daar kun je elke week eigenlijk wat prikken. Zwerfafval, nou dat vind je maar zat in Graven. Kijk maar eens naar de speeltuintjes, de prullenbakken zijn overvol. Meestal is er ook geen prullenbak in de buurt, dat is een beetje het probleem. Hè? Kijk, als je iets ziet liggen en je ziet daar een prullenbak, dan wil ik het er wel even in doen. Maar ik ga niet met een potje cola of een zak chips een half uur lopen. Maar wat mij ook wel opvalt is, soms is de vuilnisbak gewoon leeg en dan ligt er nog allerlei zooi omheen. Het park bij de Visio, daar zit een tafeltje, dat is geen afvalbak, dus afval ligt allemaal daar op de grond. Het is niet normaal, mensen, wat er aan zwerfafval in Graven ligt. We ruimen het één keer per maand op, maar ik stel voor dat we met z'n allen de binnenstad schoonhouden. Dus doe je best, ruim alle rotzooi op. Ja, dat mensen niet de moeite nemen om naar de prullenbak te lopen of denken, ach ja, kan wel, ligt denk ik aan de leeftijdscategorie. Maar het zou veel helpen als mensen een beetje, klein beetje benadenken voordat ze iets laten vallen. Als iedereen zijn eigen stoepje schoonhoudt, dat scheelt natuurlijk heel veel. Ja, dat vind ik geweldig. Dat vind ik super. Dat moet ik eigenlijk ook doen. En u zei dat één keer in de 6 weken is? Eén keer in de 6 weken. Oké. Okay. Als mensen geïnteresseerd zijn om mee te prikken, dan kunnen ze ons volgen op de Facebookpagina van de wijkraad en via WhatsApp-groepen en in de krant. Nou, zie je? Wat allemaal niet goed voor is, hè, hier in Graven. Nou, dan lopen we en dan ben je even een uurtje bezig. Lekker gewandeld. Dus we hebben een beweging ook weer gehad. Met een goed doel erbij. We gaan na het prikken namelijk gezellig koffie drinken. Nou ja, en daar ontstaan allemaal leuke contacten en gesprekken. En, ja. En daar? Ik zag op Instagram een oproep voor vrijwilligers om het stadje Graven schoon te maken van zwerfafval. En ik vond het een mooi initiatief om die vrijwilligers iets lekkers bij de koffie te schenken. Dus ik heb ze gevraagd of dat ze het leuk vonden of dat wij wat gebakjes kwamen afgeven. Zo gezegd, zo gedaan.